Zoutje Wouwse. Hé, je bent een maf. Gelukkig met een veehalsje. Met lange mouwen. Dus als het kouder wordt, ja, lekker. Kijk, lange mouwtjes. Hele lange mouwtjes. Ja, hele lange mouwtjes. Nou, en dat is dezelfde kleur groen. Enkel als je hem op mijn schoot legt, lijkt het toch weer ietsje anders. Maar dat komt gewoon omdat het een ander soort stof is. Een hele, hele liefdevolle middagwinst vanaf Corina en de Beestenboel. En welkom bij Corina en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer aanbeland. En wat de middag ons brengen gaat, want het is dus lang al reeds middag. Het is al... Ik ga op de computer kijken. Het is 14:47 en het is de 31ste van de 8ste van de... jaar 2022. En dat wil zeggen, de laatste dag van augustus. Morgen zitten we weer in de R-maand. Ja, krijgen we de R weer in de maand. Dat betekent dat we langzamerhand weer richting de herfst gaan, de winter gaan. En ja, ik hou gewoon vol goede moed. Niet op mijn kleding met je poten steeds. Je komt net van buiten. Ja, we gaan straks ook lopen, maar je komt net uit de tuin, dus geduld, is een schone zaak. Ja, ze willen even lopen, want we zijn laat. Want ik was vannacht door mijn knie heen gegaan. Niet dat ik gevallen ben, maar het heeft me wel heel veel pijn en beroerd gehad, want ik ben nog niet in orde. Daardoor, omdat ik door mijn knie heen ging, schoot het omhoog, kreeg ook gelijk vannacht hoofdpijn erdoor. En misselijk. En ik ben nog steeds misselijk en ik heb nog steeds hoofdpijn. Maar mijn knie doet het weer. Ja, daar ben ik wel weer blij om. Dat gaat ook vanzelf wel weer over. Maar je bent wel even goed ziek ervan. Ja. Steltje Wouwse. Hé, je bent een maf. Dus ja, dat hebben wij hier dus. Hè? Maar oké, ja, ik zeg al wat de dag ons verder gaat brengen. Ik weet het niet. Ik moet nog een naaimachine op tafel hebben. Ik moet kleding maken van Karen en Roderick. Ja... En ik ben wat dat er gaat daar momenteel ook niet mee vooruit te branden. En vooral omdat ik zo ben, ja, vooral nu. Jeetje, eerst was het om de warmte en dan van de warmte mee. En dan ben je zo beroerd als een hond. Maar ja, komt ook wel weer goed. Ik ga gewoon vol goede moed er tegenaan. En ja, morgen, zoals het er nu voor staat, hek Claudia 3 uren lang. En vrijdag ook 3 uren lang. Nou, we wachten het af. Want ze heeft tijd in te halen. Maar ze moest vandaag weer naar fysiotherapie. Maar normaal moest ze daarvoor naar Alkmaar. Ze heeft nou een nieuwe en dat is hier in Den Helder. Nou, helemaal top. Dat is dichter bij de deur ook voor die meid. Ja toch? Ja. Ik heb mijn pony anders gedaan, want die kant, dat wou ik niet meer. Het stond alle kanten nog, behalve de groei. Ik denk, nou, doe die kant. En dan is... Ik heb de pleister wel weer af, maar mijn nagel die is te kort afgescheurd in het vlees. En als die niet meer pijn doet, dan ga ik mijn haar doen ook. Weer bijverven en, bij, en lekker wassen en doen. Tenminste bijverven, bijkleuren. Ik zit met mijn ketting in het harnas. Ik heb er 3 om tegenwoordig. Zo, ik heb nou ook die om. En die is heel erg mooi, of zal ik het zeggen. Ik zal eens even kijken hoe ik zo. Nou, die is toch mooi? Vind ik van wel.
Glitster, glinster, 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 allemaal glittertjes. Allemaal glittertjes. Er zitten allemaal steentjes in. Ja, er mist er nog geen één. Maar ik ben er ook heel zuinig op. En waar heb ik bestel? Gewoon bij de goedkoopste winkel die er is. En dat is Wies. Hey, dat rijmt. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet zo van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Met wat ik ook doe. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik was weg geweest. Dat wisten jullie trouwens niet. Nee, jullie wisten van niks. Nee. Ik was gisteren bezig mij zelf te gaan verwennen. En dat was nog helemaal compleet. Jullie weten van die gebloemde mooie roze rok. Deze. Met zwart en groen. En dat ik daar nog wat bij wilde, maar dat ik gisteren niet genoeg geld bij me had. Maar nu had ik dat wel. Nu ben ik bij de Wibra geweest. Weer, waar die rok vandaan komt. Je kunt daar zo momenteel zoveel mooie setjes kopen. Van jurk naar rok met bijbehorende blouse, met bijbehorende trui of een andere trui. Of een lange broek erbij en een jasje erbij. De hele mikmak compleet kun je combineren. Met verschillende soorten kleuren, bloemen, en stof, weet ik veel. Bruin is er wel, en groen, en ja, het lijkt blauw, maar het is niet echt blauw. Het is van het groenblauw. Een licht kleurtje. Ja, dat turquoise wat meer. Maar dan ben ik teruggegaan eerst naar de Wibra. Oh, hup, in elkaar. Heb ik bij die rok een t-shirtje gekocht met korte mouwtjes. Ja. Dus dat staat er sowieso bij, maar het hoort niet bij die rok. Nee, het hoort bij een andere set waar ook roze in voorkomt. Nou, dat staat toch geweldig, dacht ik zo. Ja. En toen, ja, ik ging eigenlijk voor dat groen. Ik wou eigenlijk groen erbij. Zwart heb ik erbij, ja. Dat is perfect. Maar, ik naar Sena, even de spuitbus pakken. Ja. Ga het voortaan wel doen, hoor. Ging over mijn voeten te rollen, te wollen en te doen. Nou ja, dat doet zeer, weet je. Nou, dan pak ik de spuitbus. Maar in ieder geval, ik ging naar de Sena, daar aan het zoeken geweest. Noppenjendo, niet dat soort groen. Het is ook een rotkleur groen, maar wel een mooie kleur groen. Je komt er dan toch wel in uit dat je een ander soort stof krijgt dan dat de rok is. En vind je de kleur groen of roze, dat het op een camera of op een foto of wat dan ook toch weer een andere kleur is. Maar nee, het is dezelfde kleur. Ja, maar niet bij Sena. Nee, bij ons in een straat, wat de Spoorstraat heet, heb je Big Bazaar. Naast Big Bazaar heb je een winkeltje, een klein krap winkeltje, langwerpig. Werkt een vrouwtje, dat is van het vrouwtje. Is een soort vriendinnetje van me. Maar ze had me verboden om nog binnen te komen met de broesten. Nou, en ik laat mijn broesten met alles erop, erin en eraan, wat eraan hangt, niet buiten staan, want dat is mij te duur. Ja, dus dat doen we niet. Ben ik wel geslaagd, dankzij haar. En dat is een heel ander dingetje. Gelukkig met een V-halsje. Met lange mouwen. Dus als het kouder wordt, ja, lekker. Kijk, lange mouwtjes. Hele lange mouwtjes. Ja, hele lange mouwtjes. Nou, en dat is dezelfde kleur groen. Enkel als je hem op mijn schoot legt, lijkt het toch weer ietsje anders. Maar dat komt gewoon omdat het een ander soort stof is. Ja, en het is ook nog een merk.
Ik weet niet of jullie dat merk kennen. Ik ken het niet hoor, maar er wordt tegen mij gezegd dat het een heel goed merk is. Ik zal het kaartje pakken, beter. Ja, ik kan het merk niet. Er wordt wel gezegd, het is een heel goed merk. Hij was ook hartstikke duur, maar ik kreeg korting. Niet omdat ik reclame voor hem maak, nee, maar als vriendinnen zijnde. Vriendinnen hebben korting, ja. Maar in ieder geval, ik zou weer richting huis, dus ik kom weer in de spoorstraat waar CNA zit. En toen kwam die vrouw die mij eerst had geholpen om naar groen te zoeken. Kwam naar buiten. Ik zeg, Nax, ik ben geslaagd voor dat groen. Oh, zegt ze, laat eens zien. Oh ja, het is perfect. Hartstikke mooi. Ze zegt, en ook nog een merk. Ze zegt, lekker duur ook. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar ik kreeg een vriendinnenkorting. Ik zeg, ik krijg altijd bij haar. Ik zeg, maar ja. Ik zeg, kom maar momenteel niet veel. Ik zeg, omdat ik met de booster van haar niet meer naar binnen mocht. Nou, ze zegt, dat mag ze niet verbieden. Nee, mag ze ook niet. Maar het is een klein krap winkeltje. Ja, daar moet ze rekening mee houden. Moet ze het niet zo vol zetten, denk ik dan bij mezelf. Ja, ze heeft een pop staan en ze heeft een rek staan. En vooral die rek, daar gaat het ook mij om. Die staat niet op wieltjes, maar het is wel een hele grote rek. En die staat dus niet op wielen. Als die nou op wielen staat, is dat voor haar al veel makkelijker om hem te verzetten. En ze heeft een pop, die zet ze 9 van de 10 keer in de weg. Ja, dat moet ze niet doen. Zet hem zodanig neer dat iedereen er gewoon fatsoenlijk langs kan. Want ik heb dan weliswaar een booster. Maar wat denk je? Van iemand met een rolstoel. Kan er ook dat niet in. Iemand met een kinderwagen. En vooral bij wijze van spreken, als je een tweeling hebt met die bakken naast elkaar. Kan er ook niet in. Ja, hallo. Hou er rekening mee. En anders moet je zorgen dat je een magazijn hebt achter je winkel of boven je winkel. Dat je iets desnoods op kan halen, dat je zegt van nou, moment, ik zal even iemand naar boven sturen. Je moet ook nooit niet alleen staan in een winkel. En dat doet zij weer wel. Nee, zorg dat je iemand bij je hebt. Dat die op de winkel kan passen, terwijl jij naar boven gaat of stuur die ander naar boven. Om iets op te halen. Maar ja, dat heeft zij allemaal niet. Het is zo'n eenmanswinkeltje. Ja. Maar dan nog, ik vind het een beetje dat het niet goed leidt op die manier dat ze het eigenlijk moet doen en kan doen. Ja, dat. Maar ja, wie ben ik? Ik zou het dus heel anders regelen. Ik zou zorgen dat er ruimte is en dat het niet zo vol is, want het is echt baggervol. Staat het? Ik zou het dus veel ruimtelijker maken, enkel een rek aan de achterkant, maar voor niet. Dat je dus aan de voorkant fatsoenlijk binnen kan komen. En dan, nou, in de etalage staat sowieso. En dan die kant en aan die kant kleding genoeg. En dan kom je aan de achterkant, nou, daar kan je dan ook kijken. Dan heb je dan dat rek erbij. Ja, en dan kun je voorin kun je ook gewoon weer draaien met een booster, rollator, kinderwagen of wat dan ook. Ja. Maar ja, dat doet ze ook niet. Maar ja, naast haar zit weer zo'n winkeltje. En die heeft het net zo ingericht. Ja, en dat vind ik, ja, doe het anders. Maak het anders. Ja, heel anders inrichten. Kan makkelijk. En je zet je kassen achterin en niet aan de zijkant, maar achterin. Helemaal achterin. En ze heeft 2 paskamers, geloof ik. Zet die aan de zijkant en begin dan bij de kassa met je kleding aan de achterwand. En werk zo naar de deur toe. En maar hou je bij de deur weer een stukje open, dat die deur er niet in die kleding gaat. En dan heb je natuurlijk je etalage vol. En dan ook langs die wand. Nou, dan zet je in het midden zet je een klein rekje op wieltjes. En je zorgt dat de rest boven is of achter. Als je de achterruimte hebt, doe je het achter. Maar ja, ze heeft een heel klein hokje en daar zit ze te naaien. Ja, en ze zit, ja, ze deed geheimzinnig. Ja, het is geheim. Wat is geheim, denk ik dan. Maar ja, oké, het zal.
Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik heb weer een heel lang verhaal gehouden en ik ga zo met die meisjes uit. En het is, we zien, 6:04, daarna ga ik lekker eten. En dan zien we alweer wat Schipstrand. Ik moet nog vlog in elkaar zetten, ook dat nog. En ik denk dat ik wel even, ja, even zien, ja. Ik zie dat de Google Hub 21 graden het heeft, maar als ik vraag aan haar van hoeveel graden is het, dan is het toch wel weer 20. En ik waai zo wat uit mijn jas en mijn kleding vandaan als ik daar langs loop. Ja, dus fijn is het niet. Nee, helemaal niet. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Koud is het ook niet, maar wel in de wind als ik daar loop. Dan verneem ik het wel. Voor de rest, nou, ik had denk ik het op de booster bevestigd, maar je bent in de binnenstad, in de bebouwde kom, gebouwen om je heen. Dus dan is het niet koud, je rijdt langzamer. Maar toch als ik lopend ga, je zou zeggen dan, als je loopt ben je in beweging en dan word je vanzelf warm. Nou, op dat punt niet, nee. Kom maar eens een keer op visite of te gast of wat dan ook. Kom gerust bij me. Ik nodig je nou uit, dus kom bij me en dan gaan we daar eens lopen. Nou, dan verneem je het wel hoor. Ja, echt. Maar oké, dat heb je wanneer de wind van zee komt en vooral uit een verkeerde hoek. Dan heb je dat. Ja, voor de rest heb ik momenteel niks. Nee, ik heb dus ook, ja, ik heb op mijn terrasje gezeten en ja, toen schrok ik ergens van. Zondag zou er iemand voor mij betalen, die zou ik trakteren. Nou, hartstikke leuk, lief en aardig. Maar, dan kom je daar en dan krijg je te horen dat er een patatje open staat. Wat? Pardon? Hoe kan dat? Huh? En toen kreeg ik het hele verhaal even te horen. Ik denk, oh! Jij zou trakteren, dat heb jij dus niet gedaan op dat patatje. Waarom niet? Waarom krijg ik dat niet te horen? Waarom krijg ik niet te horen van, je moet nog even naar binnen, want zo en zo en zo. Niet gedaan. Foei. 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 Ik noem geen namen. Nee, maar het is, ik ben wel boos. Ja. En zoals het er nu voor staat, kom ik morgen even bij je. Ja. Vertel niet wie, dat gaat niemand wat aan. Maar ik ben boos. Ja. Dus, ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is nog steeds prachtig mooi weer. Blauwe lucht, geen wolkje te bespeuren. Zo hoort het ook. Geen streepje te bespeuren. Zo hoort het ook. Lekker rustig in de lucht. Geen vergif in de lucht. Helemaal noppenjendo. Dus, lekker. Hou we zo. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. En ik wil mijn excuses nog aanbieden vanwege gisteren, dat ik gisteren niet heb afgesloten. Maar ja, vanavond maak ik dat gewoon weer goed. Ze zeggen tot dan.